Dit gaat over de kunst van het koepoepakken. Je neemt een beetje olie, zonnebloemolie. Je koopt kroepoek udang. Udang, ziet er zo uit. Je neemt een wajang, een wok. Een laagje olie in. En het laat je heel heet worden. Probeer het even met een stukje of het al heet genoeg is. Even kijken of dat werkt. Ja, die lijkt al aardig heet. En nou komt de truc. Je ziet al een beetje. Het gaat natuurlijk om die grote. Kijk. Goed tegenhouden. Goed tegenhouden zodat hij groot wordt. Houd plat. Houd plat. En dan oppassen dat hij niet verbrandt. Hij mag niet te heet worden, want anders wordt hij zwart. Dus je moet, hij is nu een beetje donker, maar dat is niet zo erg. We doen er nog eentje. We doen het plat. Houd tegen. Het vuur ietsje lager gezet. Dan komt hij. Dan komt hij, dan komt hij, ja. Ja. Omdraaien. Even goede kleur. Klaar. Nog eentje. Omdat het zo lekker is. Komt ie. Tegenhouden. Tegenhouden. Dan gaat hij zich uitzetten. Omdraaien. Niet te hoog, niet te laag. Beetje uitdrukken, anders wordt het veel te vet. En je moet het laten uitdruppen in dat papier, zodat het niet te vet wordt. Nou, dat is het. Kroepoek bakken. Op de ouderwetse manier in de oude wajang van de Willem Pijperstraat.